Wat wel kan helpen, is scenario denken. En dat is een heel andere aanpak. Dan ga je niet zeggen van, ik denk dat het zo of zo gaat. Ik denk dat in 2036 aardgas gratis is. Of juist onbetaalbaar, omdat het te grote gevolgen heeft. Of wat je ook zou willen. Nee, ga maar eens rekenen. Er zijn mensen die zijn dat gaan doen. En in feite gebeurt dat al een aantal decennia. En het beroemdste rekenmodel in dat opzicht is ooit geschreven in een rapport aan de Club van Rome. Het model van Meadows. En misschien dat een aantal van jullie dat kennen. Het rekenmodel, het computermodel, heet het World 3 model. Wereld 3 model. En wat je dan doet, is je probeert. Ik heb vanochtend laten zien dat het een heel complex systeem is. Hè. Ik heb al die verschillende effecten van onduurzaamheid laten zien. Daar pijltjes tussenin enzovoorts. Nou, wat mensen geprobeerd hebben, is daar formules aan te verbinden: economische formules, natuurkundeformules en scheikundeformules. En nog allerlei andere dingen. En dat stop je samen in een model. En dan laat je een computer maar eens heel hard rekenen. Nou, toen dat oorspronkelijk gebeurde, dat was, ik me goed herinner, in 1972, toen had je daar een computer voor nodig, groter dan deze zaal. Intussen is er natuurlijk het een en ander gebeurd met computers, ze wegen inderdaad minder dan, wat was het ook alweer. Ja, precies. Diezelfde berekening die kun je nu thuis op je pc ook uitvoeren. En dan krijg je dus ook de antwoorden. En wat je dan doet is niet zeggen van de toekomst gaat zo en zo zijn. Want dat kunnen we toch niet voorspellen. Maar je kunt wel wat als vragen stellen. Wat als we met een flink percentage per jaar de inzet van duurzame energie gaan verhogen? Bijvoorbeeld, wat als er voedselrellen uitbreken? Wat als, nou, dan kun je eindeloos veel vragen stellen. En op basis daarvan kun je scenario's door laten rekenen door de computer. Ik ga jullie twee van die scenario's laten zien van dat Wereld 3 model, maar dan van de geüpdate versie die nog niet zo lang geleden is verschenen. Oh, we hadden er nog eentje, nou goed, oké. Hier komen ze. Scenario 2, daar krijg je eerst wat plaatjes van te zien. Scenario 2 en scenario 9, dat zijn dan, de nummers doen er verder niet veel toe, maar dat is even voor het onderscheid. En dan zie je in dit plaatje, ja, dat kan ik helaas voor het panel niet echt niet tonen, maar het idee is dat je ziet hierin een aantal people aspecten, die dus uit de berekening zo gekomen zijn. De jaren die daar staan, die zijn van 1900 tot 2100, dus we zitten nu net iets over de helft van dat plaatje, van links naar rechts. En je ziet daar de populatie, dat gaat om de wereldbevolking. En die zie je dus heel erg stijgen tot nou ongeveer 2050. En die zie je vervolgens als een gek dalen. Nou, dat dalen zal natuurlijk, als het in zo'n tempo is, niet op een rustige manier kunnen zijn. Dat is niet een kwestie van je wordt oud en er dagen zat en je overlijdt. Nee, hier zit meer achter. Dit gaat ruwer. En hoe, ja, daar kun je over filosoferen. Of je kunt ook cases bekijken waar vergelijkbare dingen op kleine schaal gebeurd zijn. Rwanda is daar een voorbeeld van. Het welzijn van de mensen stijgt ook ongeveer tot datzelfde moment, maar begint daar ook ergens te dalen. Nou, dat zijn een paar people dingen. Bijbehorende planet aspecten. De vervuiling die stijgt ongelooflijk hoog en begint dan op een gegeven moment te dalen. Maar dat is vooral het gevolg van het feit dat er heel veel minder mensen zijn tegen die tijd. En de wereldwijde ecologische voetafdruk, die daalt om diezelfde reden ook op een gegeven moment. Dat zijn planetaspecten, dan nog een paar profitaspecten. Je ziet de industriële productie volledig in elkaar storten. De voedselproductie, idem dito. En de resources, dat zijn de natuurlijke grondstoffen, koper, aardolie en noem ze maar. Die dalen, ja, als het gaat om eenmalige grondstoffen kunnen ze niet anders dan dalen. Stijgen is dan onmogelijk. Ik heb het dan even over, je hebt natuurlijk wel het verschijnsel van dat je nieuwe vondsten doet. Of dat door nieuwe technieken of door stijgende wereldprijzen de economische winbaarheid van grondstoffen toeneemt. Maar goed, de totale hoeveelheid grondstoffen waar je technisch over kunt beschikken, kan uiteraard alleen maar dalen. En dat zie je dan ook gebeuren tot bijna nul. Nou, je kunt in dit soort scenario's gaan variëren. Je kunt bijvoorbeeld aannemen dat we nieuwe aardoliefondsten doen of aardgas, nieuwe metalen ontdekken, waardoor we het langer kunnen volhouden. Je ziet wel de grote knik daar, die zit ruwweg bij 2050, halverwege deze eeuw. En voor de studenten die hier zijn, ja, statistisch gezien gaan jullie dat dus meemaken. Ik waarschijnlijk niet meer, ik ben 56, ontspring misschien de dans. Maar goed, als we vondsten doen waardoor we het langer kunnen volhouden, dan is het algemeen het beeld dat de instorting vervolgens heftiger is.
Omdat we verder over grenzen heen zijn gegaan. Oké, okay, moet het nou zo gaan? Mag ik daar iets van zeggen? Ja. Ik weet dat de Club van Rome in de eerste trajecten, die hebben het onder de term de groei begrensd toen ook gepubliceerd. Ja. Dat zij in een heel vroeg stadium, toendertijd ook al dit soort scenario's hebben benoemd. Maar die modellen staan mij niet meer bekend, maar volgens mij was dat punt ook eerder in de tijd. Nee, dat was ook toen rond de 2050. Dus dat is, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga zo meteen een gunstiger scenario laten zien. Want nogmaals, dit is geen voorspelling. Dit hoeft helemaal niet uit te komen. Dus het is niet doemdenken waar ik hier, wat ik hier sta te doen. Hè. Het andere scenario wat ik je zo meteen laat zien is veel gunstiger. Maar ik moet erbij zeggen dat als je kijkt naar de ontwikkelingen sinds de eerste publicatie van dat rapport en nu, dan zitten we behoorlijk op koers van dat scenario.